goede schoenen kunnen helpen om een aantal voetklachten te voorkomen. Van slechte schoenen kunt u voetklachten krijgen zoals pijn in de voorvoeten, scheefstand van uw tenen, likdoorns of eksterogen, dikke eeltplekken en voetzweren. Door te gladde zolen kunt u uitglijden. En we denken dat de kans op voetproblemen kleiner wordt door het dragen van goede schoenen. Ook kunnen goede schoenen ervoor zorgen dat uw voetklachten minder erg worden. Wat ook goed is voor uw voeten is thuis op blote voeten lopen. Het stimuleert de werking van uw voetspieren. Maar wat zijn nu goede schoenen? Goede schoenen zijn schoenen met de juiste pasvorm. Uw tenen moeten niet klem zitten, maar u moet ook niet schuiven in uw schoen. Over de wreef van uw voeten en aan de zijkant moet de schoen mooi aansluiten. Wordt de vorm van bijvoorbeeld uw kleine teen zichtbaar door het leer heen, dan is uw schoen te strak. Een steunende binnenzool is voor een gezonde voet niet nodig. Zonder een steunende zool laat u uw voetspieren juist goed werken. Bij sommige voetklachten kan een binnenzool wel goed helpen. Verder moeten schoenen ademen. Vocht moet weg kunnen, zodat uw sokken droog blijven. Leer ademt over het algemeen prima. Er zijn ook ademende kunststoffen. Waar moet u nu op letten als u een goede schoen gaat kopen? Koop schoenen op het einde van de dag. Uw voeten kunnen namelijk in de loop van de dag dikker worden. En pas altijd beide schoenen in de winkel. Bijna niemand heeft namelijk precies een even grote voeten. Koop de schoenen die het beste bij uw langste voet passen. Houd er rekening mee dat als u ouder wordt, uw voeten iets groter worden. Kijk goed naar het model. Zorg ervoor dat de hak niet hoger is dan 2 vingers. En dat is maximaal 4 centimeter. Kijk of de riempjes of veters de schoen goed fixeren over de wreef. De zool moet van rubber zijn of een ander stroefmateriaal. Liefst met een rippelprofiel. Voel met uw duim of de achterzijde van de schoen is in te drukken. En let erop dat de zool buigt op de plaats waar uw tenen buigen tijdens het lopen. Dat is ongeveer bij de bal van de voet. Buigt de zool op deze plek, dan is het prima. Een schoen hoort niet te buigen in het midden van de zool. Probeer de neus en de hak van de schoen in tegengestelde richting te draaien. Lukt dit moeilijk, dan is de zool stevig en dat is prima. Kijk of de schoen goed past. Het is goed om een duimbreedte aan ruimte over te hebben aan de voorkant van de schoen. Let erop dat u staat als dat gemeten wordt. Let erop dat tijdens het lopen de tenen niet naar voren schuiven. Ook moeten de tenen niet tegen de zijkant van de schoen gedrukt worden. Kijk of uw tenen nog een beetje omhoog kunnen bewegen als u staat. Heeft u last van uw voeten en twijfelt u of uw schoenen een rol spelen bij uw klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts zal uw voeten onderzoeken en kan kijken of u de goede schoenen draagt.